Heerenveen wendt de crisis aan en wint voor het eerst sinds eind augustus weer eens een wedstrijd. En hij Cambuur tankt zelfvertrouwen en pakt de volle winst. FC Greens werd mij 2-1 verslaan. Mijn naam is Arine de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Als zo'n wedstrijd in de rij op rij net meer woen 1 puntje pakt. Dat is toch een mooie affiche verzeld van 12 clubs die vorig jaar record nog getroffen op het hoogste niveau. Marco Tal die komt heel goed van de verdediging van FC Greens. Maar hij zit erin. Na 9 minuten zit Kampi voor. Naar Saroïde vertrokken. Saroïde maakt het hem. Ja, 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 ja. Oussama Saroïde scoort 1-0. Het is Ian Everen bij Cambuur Sint Greens. Het ziet eronder komen. Ik ga het al een beetje onkundig eigenlijk. De oes en de aas die galmen zijn nou en dan toch het Ablettere Stadion. Want het is zo nou en dan Circus Saroui. Ze beginnen een paar keer te roeren, maar dan komt er de bal van de voeten van Luciano Valente. En hij rost die bal in de vierde hoek. Brouwers gaat wat rond, de ken ik uit Helly. Zit daar in de goal! Wat een doelpunt van Luc Brouwers! Die vraagt zo dik 24 meter. Die bal in shit. En daar is zijn eerste doelpunt. Ja, het is 2-1 Cambuur. Cambuur. Jawel, jawel, jawel. Komt de bal toch via de klut van de voeten van Remco Balk. Ja! Mats Keuner die wat hem hebben omloeken. En daar is Luc Brouwers. Bij de 3-0. Ja, en de heren die zitten er weer klaar voor in de vertrouwde opstelling. Geert van Tuin, Roelof de Vries en Ando Faber. En heren, het Susanna is een hele fleurige uitvoering bij zijn kind. Wat een fleurig giet, jongens. Ja, toch? Eindelijk weer. 6 punten van de 12 Friese betellen voetbalclubs. Wacht even, het is altijd een fleurige uitzending dan. Oh ja, dat is exact. Dat altijd. Is exact. Ja. En dan is het Jude Ek nog eens de jidje van Ipe Anema. Nou, die heeft toch nog wel voetbal in jongen. Ipe Peerdewust. Ja, Ipe Peerdewust. Ja, die dat zien bijnamen. Ja, want zien hij die slachter in Bolsward. Ja. Dus ik weet ook dat ik hem nog heel erg beledig trouwens. Maar, sorry, Ipe. Nou, jou helemaal niks. Ja, hij is strijzer. Ja, die heb ik voetbal, jongen. Ja, bij Cambuur en bij Heerenveen het voetballen middenvelder. Ja. En waar weer de sneeuw, jeetje? Arun de Sneun? Do? Nee. Oh, Geert? Nee. Nee, Riemen van der Velde. Ja, zeker. 83 hier. Ja, zeker. Riemen van der Velde. Wat zie je die viert? In Tialf, toch? Tialf, daarna naar het Ablettse Stadion. Leefhaven. Mooi, jeetje. Een echte Leefhaven. Heb je een beetje leuk weekend, hoor, jongens? Ja, zeker. Ja? We zien Justin Maastwaan, Ander en ik bij Tialf. Ja. Formidabele Tim Prins. Maar goed, ik denk dus eens wel beginnen. Eindelijk werden ze een oerwinning van SC Heerenveen. Nee, zo'n wedstrijd, dan was de Polonaise roem. Ik ga hem nog nooit zo fleurig zien als Juster in Tiel. Ja. Hij is die oer al maar iedereen te praten, glimpje en voortdalen zo Heerenveen. Maar even heel serieus, heel serieus, Rolof. Ja. Wie is Tolieke opgelucht als Kees van Wonderen? Dan kies het net zo van zijn gezicht al eens in, Kees van Wonderen. Hij is redelijk stoïcijns. Ja, maar dus, ik heb het dus, daar. Ja, maar nou weet ik dus net hoe opluchten Kees van Wonderen is. Omdat ik die mimiek bij hem net zo goed lees. Maar hoe is het dan bij jou? Want dit is toch de ommekeer? Ja, dit is het begin van de remontada. Zo. Ja. Twee keer Luc Brouwers scoort. Nou winnen ze bij Ajax uit. En dan krijgen ze een Vitesse. Daarna krijgen ze een peer moeilijkere wedstrijd, maar Vitesse en ik weet het even niet meer hoe de volgende. Maar ze krijgen nou een peer makkelijker dan Tjistanders. Dus dat is wel. Ja, maar ze winnen met 3-0 van Heracles Almelo. Twee keer Luc Brouwers. Nou, net zo lang geleden ziet hij hier ook om deze tafel in de Sportcast. Ja. Toen zei hij: ik scoorde er minimaal 5. Nou, dat is net een hele bijzondere opmerking. Alleen echt toen stond hij er nog op 0. Ja. En nou had hij er 2 makken. Ja. Het komt er toch op deel dat de Sportcast maakt het meest een grut. Ja, nou goed, er zijn nou ook Cambuur supporters. En die vreet je ook on u's van dat wij misschien Ulrikus een keer uitnoemen kunnen. Want ja, dan komt hij misschien ook eens een keer op het scoreformulier. Had ze nog met Brouwers praten trouwens? Ik ga met Brouwers praten. En ja, hij kwam er onderin, maar een grote glimlach. En mooi daarvoor weer hier de NOS. Maar ik al vregen hoe die opmerking in jullie podcast. Van ja, hij is de 4 maatje, daar is er nou 2 maken. Maar toen dacht ik, daar is er nou 2 maken. Dus de volgende vraag. Laten we dan nu ook meteen maar gewoon een nieuwe doelstelling neerleggen, toch? Je hebt er al 2 gemaakt, dus het schiet er redelijk op, toch? Nee, daar ga ik niet aan beginnen. Ik heb net ook al die vraag gekregen. Nee, we gaan geen nieuwe doelstelling zetten. Je houdt het op 5? Op het moment dat ik de 5 heb gehaald, ga ik graag met jou een nieuwe doelstelling maken, maar eerder niet. Ja, mooi mansje. Mooi mansje. Dat weet ik wel. Maar dat weet ik wel. Dat weet ik wel. En dat brengt u dan bij Cambuur. Oh. Want Cambuur, de eerste wees onder
De nieuwe trainer Henk de Jong, had nog een beetje stem hoeren. Ja, jongen, ja, dat gaat heel goed. Het zou bijna suggereren dat we naar een fantastische wedstrijd zitten. Maar dat wie net zo? Dat is net helemaal weer. Oh, maar ik zeg dat is helemaal net weer. Maar ja, de spanning vergoedde wel een prot. Wie een twee ploegen die natuurlijk wel een beetje in de nederklit zitten. Grains vooral, jongens, daar ontbreekt het wel aan alle zelfvertrouwen. Ja, en dan gebeurt dit. Dit is wel een enorme ontlading. Ja, maar vaak bij Cambuur, binnen thuiswedstrijden, toch in een spektakel. Ja, maar dat de eerste helft weer echt meer. Want de angst om te verliezen van beide ploegen heel groot. Er zit wel wat angst in. En Henk de Jong hier al een beetje verschoen. Dat Green speelt een heel apart systeem. Die bouwen die asjan al vol. Dan moet je eigenlijk zien dat je uit die as blijft kennen. Het is een soort twa-twa-twa achter elkaar. Heel moeilijk om er doorheen te komen. Maar ja. En 30 wordt het heel rommelig. En dan werd het heel rommelig, want die ballen gaan al je die terecht in. Het wie een draverij in de wedstrijd te rijden. Het echt net echt geweldig. Nee, en toch binnen de twa degradanten. Hè, waarvan de Ian, FC Green is toch schoen wordt als de grote titelfavoriet. Ja, logisch, want die hebben vier wij het hoogste budget van de eerste divisie. Die werk je met San grut budget, dat als zij net promoveren, dat zij echt in de financiële zwierigheden komen. Ik geloof dat ze een operationeel tekort hebben van 1 miljoen als size. Maar het is nou echt hopeloos, want 1 punt uit de laatste van jouw wedstrijd, dat wie een 0-0'tje in FC Emmen. Ja. Ja, dat is het kind is nog minder. Ja, dat maar is ook wel weer een herstelling. Maar de Binclubs die doen het nog minder. Hè? Leuk feitje, even een leuk feitje. Ajax is de allereerste club ooit die het de hekkensluiter het, zowel in de eredivisie als in de KKD. Ja, nou goed. Ja. Nou ja, en Andor, ik neem toch on, dat stoot de namen wist van het Nije Cambuur Stadion. Vlinde Wieken zei eerder vastzitter Ipe Smit dat die namen verzuin is onder een sponsor. Mm-hmm. Nou goed, de rest van Wieken de tijd om erachter te komen. Dat liep het mij meer eens genoeg. Is dit een vraag? Nee, maar wat, de vraag is, wat is de namen van het Nijkamp? Ik heb vorige week al een gok dien en ik had het nog net. Nou, gokken wet. Hebben we niks, hoor. Nee, maar ik heb een versissing dien. En, ja. En de versissing is? De versissing is Levo Stadion. Het Levo Stadion. Ja. Iets mijn Levo. Iets mijn Levo. Levo stuurt nou wel een tikkie naar die. Ja? Ja, elke keer als het Levo is. Een belangrijke sponsornaam, moeten we hier niet noemen gewoon. Ah, je vreet het ernaar, dus dan. Ja, ik vreet je, want dat wordt dat toch. Nou ja, ze betellen je oorlog om een euro. Op de vragen van Heineboer. Nou, de saus is specialist, wordt alles vloeibaar daar. Mooi man. Ja. Prima. Goed, jongens, ben we het nou in de stellingen? Ik voel lang door je. Ja? Ja. Oké, nou, gauw terug naar de stellingen. Geert. Ja, jongen. Het lek is boppen bij Cambuur. Zeker weten. Zeker. Ja, natuurlijk. Machtig mooi, jongen. Machtig mooi. Roelof. Hij woe het zelf net zezen, maar Luc Brouwers maakt het in dit seizoen minimaal 8. Minimaal. Oké. Okay. Andor, ik scam je mij dat ik net weet wat de namen wordt van het Nije Cambuurstadion. Zeker weten. Goed zo. Geert, Cambuur wil zo gauw als mogelijk af van Sylvester van der Water. Ja, maar Sylvester voor de winterstop in Slagie. Oeh. En Roelof, ik maak je mij totaal geen zwargen meer over Jerveen. Denk om de ontkenning. Oh. Ja, nee. Ja, nee, ja. Ja. De makker is je geen zwaar meer. Nee, maar nee. Ja. Nee, toch? Want ga je nooit in? Ah, nee, hoor. Ja, maar nou ja, nooit in. Ik wil wat in. Ja, mooi. Ja, toch? Arun de Vreet, wie het nog? 2 voor 12. Ja, dat. Ja, het wie 2 voor 12. Hakblok. Hakblokje. Het was 5 voor 12 volgens de supporters. Nee, is het, Kees? Het is 2 voor 12. Zei Kees. Maar wat toch de stoot toen hij dat zei? Dat hij corrigeerde daar van 5-12 naar 2-12. Nou ja, de supporters. Oh ja, ik denk, dat is een mooie kop voor het artikel. Ja. Dat tocht ik eigenlijk. Nee, maar kist ik denk, jeetje, hij luidt er, luidt er misschien van hemzelf nog meer druk op. Maar ik, alsof je al een beetje dat aan het tarieren is op een mogelijke nederlaag en wat er dan zit te gebeuren. Zeg van, nou ja, dat is heel veel oerwerk. Maar ik hier echt zelf sterk het idee dat alles minder als een oerwinning op Heracles dan hier je laatste wedstrijd West. En ik denk dat Kees dat zelf ook tocht. Nou ja, dat lessen vooral, ja. Dat gevoel krijg je daar toch. Hij vertelt wel precies hoe het al hier werkt. Het is, ja. Neem Stijn, die voelt Matrek onvielen komen, hebben dat hij eruit flikkert werd zo bij Ajax. Ja. Maar die hoort vast en we doen dit en we proberen zo en zo. En die Kees die zei gewoon, ja jongens, maar ik weet wel hoe dat werkt. Maar hij is heel professioneel. Dat ben ik al aan de beurt. Ik vind het echt goed. Ik vind het een enorme professie. Ja, we hebben wel eens vaker zijn. Had je dat zijn hier bijvoorbeeld bij Jurgen Streppel. Ja, dan hier zo zelf ik twee stiften aan hoor. Ja, ja zeker. En Kees is gewoon heel... Maar ik ben Roy Jansen, ik ben Olderie Krink. Dat wie in al je van die interviews weet je heel vaak toch van hoe net de volle verkeerde dingen is. En dan krijg je inderdaad, twee stiften aan. Maar Kees net. En dat bewonder ik wel in Kees, maar ik zei dat. Die zei, ja jongens, maar die het als speler en als trainer al zoveel mooi maken. En zo zit hij er gewoon in. Ik vreemd, wie altijd echt gebeurd weer. Maar dat is natuurlijk nou... Dat kan ik nou net bedenken. Dat is wel een beetje... Ik omdat... Freddy de Haan is net te benijden op het moment. Hè?
Ferry de Haan is niet te benijden? Nee, want die had dus dossier Kees. Dossier Kees. Want, maar Kees Kloost, denk ik. Kees Kloost. Dus die is nu even blij. Ik kan het even opzij schuiven. Maar die hier dossier Marcel van Buren, hoofdjeugdopleiding, die nou zelf opstapt is. Ik denk dat hij daar echt heel blij mee is. Maar waarom is hij er blij mee? Nou, omdat het dan minder yield kost. En dan kan hij nou op ziek naar een oor. Dat was zelf ongesteld ooit, maar dat functioneerde vakje meter. Waarom net? Leidt dat aan die Marcel van Buren of leidt dat aan de organisatie bij JRVN? Nou, ik denk uiteindelijk misschien wel. Want er ben je wel meer voor van geen, hè? Ronnie Pander is daar ook. Nou ja, ik begreep dat hij naar Belize pas kreul moest. En is die het logo van FC Greens nog op het papier. Daar had hij ook een beetje knippen plakken. Nou, ja, nou ja, dat laatste weet ik net of het plakken knippen weer. Maar het logo stond in elk geval nog op. Nou ja, ik heb wel begrepen of dat. Hij toch net, dat dan is het toch knippen plakken? Want anders dan zoek ik het logo van JRVN erop zetten. Ja, toch? Ja, je begint met een Nijbeliersplan, je begint dan met het logo van JRVN. Ja. Je pakt een Nijbeliersplan uit de kast, dat is van Greens. Nou, dat is prima. Ja, het is of een klap van de molen, of het is knippen plakken. Maar hij lijkt net goed met die trainers. En de groet natuurlijk ik weinig terug dat Aron hier. Nou zit hij nog net zo lang. Maar hij stinkt nog het dossier Martin Koopman. Is dat een dossier? Dat is zeker een dossier. De commercieel manager bij SC Heerenveen? Ja. Waarom is dat een dossier? Dat doen we zo lekker leuk, hè? Wat ik typeer, dat vond ik Aurune Vreet Hellik en Viskje. Jiri Ljouwers, je weet het wel. Wij weten wel. Ja, de kamerman en die shopping. Bij Bertje. Een sportcast. Dat begint natuurlijk wel, je weet het, een sportcast. Ja, ja, en hij zit er wel eens in. En hij heeft vervolgens een heel verhaal over hoe ontevreden de sponsoren binnen. En vooral hoe Martin Koopman. En die verhalen heb ik inmiddels al heel vaak gehad. Nou, neem eens eventjes wat verhalen dan die sto juist oer Martin Koopman. Nou ja, hij had natuurlijk P.W. Kelien die column horen van Marijn de Vries. Oer dat hij bij een bijeenkomst waarbij de vrouwelijke speelsters van JRVN in de bediening zitten. En waarbij hij de opmerking maakte dat dat is in hun natuurlijke habitat. Nou, dat voelde natuurlijk heel verkeerd. We hebben een beetje... Dat toen je excuses kende, dat is gewoon een misplaatste grap. Nou, een hele misplaatste grap. Ja, oké, okay. Een hele misplaatste grap. Een aantekening in het dossier en een minimale gele kaart. Oh, dat is een ondertekening? Maar jawel, ja, dat vind ik absoluut niet kunnen. Maar ja, het zou misschien niet meer... dat is het wel een redelijk normale opmerking vies. Nee, ik zeg niet dat ik het een normale opmerking vind. Je kind het scharen onder een misplaatste grap. Maar goed, niet verder. Wat jij dan nog meer, Olier, uw verhalen, onverhaal om Martin Koopman? Je kent natuurlijk het verhaal over Dongen van Hou, die via de meest die ooit hel is. Toen zei hij Johnny Jansen, je matte, maar ze eigenlijk hij had vregen om hem op te stellen. Vervolgens woonden ze een soort jult vertien van Hou. Nou ja, die speler is mislukt. Is we hebben rondgegaan. Een totale mislukte bleur bij zo'n rijdend fietsje, net? Ja, dan kwamen we nog bij de fietsen. Nou ja, dat wie ik al hier. Dus intussen gaan ze al bij een andere fietsponsor, dus dat wie ik al hier niks. En hij luidt ik gewoon vooral net lekker bij de sponsoren. Dat zit er gewoon net goed. Maar wat zit er dan net goed? Het is een aparte man, vinden ze over het algemeen. Dus dat dossier luister ik, Martin Koopman. En ik heel tijd meer verhalen over zagerijn binnen het scoutingsapparaat, over de nieuwe haatscout, Kent Sandvliet, die toch een hele belangrijke rol had. Nou ja, okay, als je nou even seks zocht naar de spelers die helle had, ja, had ik nog net oer, maar de keer nog net al te followers is er natuurlijk. Had Nicolesco bij Kliks helle, Denzel Hall. Webster. Nou ja, die functioneert ik nog net. Maar oké, dan maar nog even voorzichtig wezen. Maar dat zit daar, ik gewoon nog net zo heel erg lekker. Dus dat dossier laat er ik nog bij hem. Ja, ik vind het wel dan... alleen wat zwier omzet, dat het al je dossiers binnen. Ja. Omdat het een aparte man is. Ja. Is het dan een dossier? Ja, hij neemt toch volle meer, als alleen nog dat het een aparte man is. Nou ik denk dat Ferry de Haan Roelof Tankber is, want hier wordt al een heel dossiertje online en een dossiertje opbouwd om... Maar er is kind al een dossier te wijzen. Oh ja, het is al een dossier. Het is al een dossier. Nee, maar dat er gebeuren toch volle... Nou ja, en je komen nog het verhaal over Hero natuurlijk, hè, de mascotte, zet de Sison in dat pak en die hele rotzaak is natuurlijk... live op Twitter te volgen geweest, waarbij Martin Koopman drinkt net heel chic uitkwam. Ja, dat ben te volle momenten. En dat moet al hier Ferry de Haan moet het al hier oplossen. En hij had het operationeel te kwad nog en de verbouw van Squatterwald. Ja, dat ben dossiers. Ja. In de onderhandelingen met Squatterstad. Ja. Dat is echt een dossier. Dat is ook een dossier. Ik zou sissen wollen, Ferry de Haan. Is niet te benijden. Is dat de kop? Dat is, ja, dat is zo samen de kop van het artikel. Nee, maar wij zijn altijd fleurig. Oh ja, is ik zo. Dan nog even, want ja, voetballen jij vind ik gewoon goed. Ja. Ja? Vooral het eerste Jelle Oeren, wie echt heel goed. Dus eigenlijk zei je toch van, jij vind ik best aardig voetballen. Als je de... ik zoek, gewoon waar je zoekt, is de eerste het zien van de selecties fit binnen. En die spelen gewoon elke week, hè. Dan had JRVN echt een hele goede ploeg. Inmiddels is ik de eerste Olven.
Die moet al je fit blijven. En dan daar is denk ik... Daar is natuurlijk... Je bijkaam. Oliver Brouwde bijkaam. Oliver Brouwde. Ah, vertel eventjes van de meeste meesten. Een hele jonge jongen. Ik doe me in Kees van Wonderen vastzitten spet even af van de fanclub. Ik doe even de Oliver Brouwde. Ja, dat ken het. Dat is belangenverstrengeling. Die kees net precies. Voorzitter wezen van Twacht. Mast in je kiezen. Dan, nou, dan lees ik die van Wonderen nou definitief del. Zo. Hier komt de Oliver Brouwde fanclub. Ja, hij is 4 keer die van. Of jouw keer hiervoor. En ik voel hem echt elke keer indruk maken. En ik in de oefenwedstrijd in het begin van het seizoen dacht ik echt, dit is echt een lekkere back. Maar ja, nou, dat komt echt, we zijn net verwend natuurlijk bij die Rios back, maar hoe zijn Ali en Denzel als het Hall, hun zes, dat dan is het al heel gauw goed. Kees van Wonderen, maat, wat, want dat is gewoon vierde klas amateurniveau. En Denzel Hall en hoe zijn Ali. En eigenlijk dacht ik dan Makkingeer te kwad. En Thor. Nee, en die bin een stuk minder. Dat ben ik maar niet. Je ben ik al gauw beter dan die twee. Maar wat is het voor een jongen? Vertel eventjes. Oliver Brouwde. Jongen van Joontje hier. Komt uit Oslo, Vallarenga, waar Juke ooit ik kwam is, die club. Dus komt uit de grote stad. Met het nou in het Lidse dorpje Jereveen zou die worden. Moet je van hem alleen wennen. Hij is 2,5 jaar naar Jereveen te komen. Hij speelt intussen ik voor Jong Noorwegen. Onder de 20 gaat hij het EK-les mee maken. Laatste wedstrijd wie die ik zelfs onvierde van Noorwegen onder de 20. En dan speelt hij net in dezelfde ploeg als Kalsbak. Dat is in leeftijd ietsje heger, zeg maar. En het is een leuke, jonge rechtsback. Ik vond het mooi dat hij op het moment dat hij op een gegeven moment kapot. Hij koer 64, 60 minuten muidwan. En hij moest aan de oorkant van het veld daar. Nou, volgens mij had hij haast elke supporter op de tribune een hoi, want dat gong, hij en maar applaudisseren, en maar applaudisseren. Het is een heel enthousiast jonkje. En ik vind het een hele leuke, gedreven rechtsback. Toby is ook enthousiast. Hoe Brouwde het natuurlijk. Ja, maar de vraag is natuurlijk, is Kees van Wonderen enthousiast? Ja, ik had het oude weekend heel tijd poest bij hem. Dus het komt eigenlijk, trodij, dat Oliver Brouwde de basis is. Dat zag je de onafhankelijke deelnemers van de sportkast. Goed zo, laten we eerst even hier dan naar Kees van Wonderen. Oer? Brouwde. Brouwde, West-Oosa, enthousiast toebisten. Brouwde is nu de rest van het seizoen zeker van een basisplaats, hè? Nou, jij als lid van de fanclub hebt dat voorgesteld, maar ik denk dat hij het uitstekend heeft gedaan. Je hebt het overgenomen. En ik zei al dat ik niet zo ver bij jou vandaan zat. Maar zijn eerste basiswedstrijd en dan dat zo invullen, want ook bij hem zag ik wel spanning de afgelopen dagen, maar ook vandaag. Ja, dan geeft dit ook voor hem weer een bevestiging. Hey, ik sta op dit niveau, ik handhaaf me hier prima bij. Ja, ik vond dat hij het uitstekend heeft gedaan, dus een dikke pluim voor hem. Nou. Steven Bergwijn, eat your heart out. Zo kan het, de zone komt eraan. Elke week gewoon gepusht. En ik vind, Paul Simonis mag ook wel plaatsnemen nu. Gewoon weg. Ik ga naast Kees zitten, denk ik. Ja? Ja, ik vind Brouwde moet in de... Maar hij is zelf ook heel erg enthousiast, dus oer Brouwde. Ja. Dus dat denkt ik dat Brouwde nou de komende weekend... Ja. In elk geval in de basis door zetten mooi. En hij moet dus nog werkje onzien. Nou ja, hij kan het nog een inhoud krijgen. Ja, nou, dat is het. Hij kan het nog geen 90 minuten lang volhouden. Fysiek sterker werden. Hij zei ik wel dat hij wel wat meer in de sportskwallen ziet. Let's see, dat hij wat spieken begint te groeien. Ja, maar dat is zo toch ook in de sportskwallen? Daar ken ze ook, hoor ik van. Ah, dat is het. Maar Tietje... Ik denk trouwens dat hij aardig Nederlands praat, toch? Ja, dat waren die nog net al in het interview waar ik hem laatst maar hier. Ja, dat zei ik ook wel toe, zo'n jongen, dat hij heel leergierig is en zijn best doet om de taal op te pakken. Nou ja, Scandinavië en Jereveen luidt altijd goed, toch? En ja. Ik me nog herinneren dat Victor Ellemoort naar Jereveen kwam en dat drie maand koek hem al in het Nederlands interview. Nee, dat is wel echt ik extreem, het wel. Ja. We hebben daarna je Denzel Dumfries binnen. Kan dat nog iets zien? Het cynisme. Maar goed, tientje winnen van VVV in de beker en dan dit weekend winnen van de Noemelijst. Ja. Rulof, de ommekeer. De ommekeer, Rulof, jong. Nee, maar ik vind dat je wel wat te positief vindt. Oké. Okay. Nou ja, even dan Ian Domper dan. Het uitvallen van Osama Sarawi. Ja. Nou ja, de wedstrijd zei Kees van Wonderen, dat hij voelde 30 minuten nu, dat hij les heeft van zijn hamstring. Maar dat het erop liekt dat hij op tiers van het veldhoog is. Want als je een les krijgt van die hamstring, en dan kan je daarna heel gauw erin zitten. En als je R-squat is, of een deels in R-squat is, dan is voor jou dat zij is weer voort. Maar als hij komt... Viel staat hij opkomt, dan kan ik wijzen als kijk op tiert bist en als daarna je maar een beetje reist, dan al wel gauw weer hersteld bist. Maar is hij er dan morgen al wel weer bijtje in VVV? Ja, of is het beter om hem te sparren voor Ajax? Hij van Wonderen toch toen, maar die kwart naar de wedstrijd van dat tientje VVV nog wat te kwart komt, maar misschien die weekend erna wel. Ja, maar het probleem is natuurlijk wel bij Jereveen. Ze hebben geen backup voor Sarawi, want dan maakt jou weer Simon Olsen, wat toch eigenlijk gewoon een middenvelder is, die wordt ook wel een beetje misbruikt natuurlijk, want die zit prima op het middenveld. Ja. Maar dan moet hij, of als de Jochter-onvaller, daarheen Ovalenmark gelokkig,
Maar dan moet je nou in de linkerkant stingen. Dat is eigenlijk best wel sneu voor die jongen. Spietig vind ik dat. Want ik vond Lou Brouwer zijn natuurlijk man van de wedstrijd met 2 goals. En die speel ik heel goed. Maar ik vond eigenlijk Simon Ossen misschien wel een man van de wedstrijd. Die wie echt heel goed. Ja, ont het moment dat hij naar linksboeten dan mag. Precies, nou, dan wie die ene wel goed. Maar ja, het is natuurlijk geen linksboeten. En dat waren het dan. Nou ja, Nunnely is blijkbaar. Ja, dat is natuurlijk een rochsboeten. Maar ja, je kan hem ook op links zetten. Nou, dat waren ze de blijkbaar net on. Die is denk ik echt wel even passé momenteel. Maar ze zetten ook net een Mellie op Witteveen of Zaterin op een linksboeten. Dat waren ze dan blijkbaar niet on. En dan komt er dus een middenfielder weer op een linksboeten. Ja. Nou, dat bloot wel spietig. Ja. Ik heb trouwens Oudon en Vreed nog gepraat met Daniel Karlsbak. Ja. Dat is wel grappig. Want ja, ik dacht, ik zie wat te krijgen hebben met een zwaar gefrustreerde vissen te dure spits. Maar wat is dat een leuke jongen. Daniel Karlsbak. Ja, serieus. Jongetje, 20 jaar. Ja. Echt een heel iepen interview. Nou, even eens, ik wil het je hem net onthoren. Zo. Even een stukje van het interview met Daniel Karlsbak. Leuke jongen. Leuke jongen. I just try to focus on developing and have fun, first of all. And then the coaches help me to be the striker in the future. Because I came here in February this year and have a long contract, so we just wait for the right moment and stuff. That when I'm ready, I'm ready and I'm good prepared. Ja, when he's ready. I'm ready. Leuke jongen. Wat een leuke jongen. Past echt bij je dat hij een leuke jongen is bij gewoon de voorwaarden. Ja, want hij beschikt over. Hij heeft alle voorwaarden. Alle voorwaarden. Dus echt een leuke jongen. Nee, maar hij is heel reëel. Dat is het meer. En hij is gewoon echt de rust bewaren. En hij zou het eigenlijk. Waarom ben je ooit begonnen met voetballen? Omdat je het leuk vindt. Omdat je het leuk vindt. Ja. En maar een beetje willen hebben. En dat beschikt hij dus nou. Maar nu komt de vraag, Roelof. Want Nicolaescu is nog blesseerd. Nicolaescu. Prima. Denk je dit net om? Mat eigenlijk Karlsbak. Chin VVV in de eerste ronde van de beker net de vakken krijgen boppenpellen van Amersfoort. Want zakken geweldig is van Amersfoort, nog ik weer net. Nou, hij wordt wel heel nuttig, hè? Balletje vasthouden voorin en geweldig is hij net. Dat ben ik wel manies. Balletje vasthouden. Ja, nou ja, dat vind. Ja, nou ja, dat kap toch spits toch? Dat is toch een beetje die altijd. Wat voetbal altijd zei. Ja. Type Gerald Cibon, type Marcus Aalbeck. Ja, dat is van Amersfoort natuurlijk net helemaal, maar. Ah, ik zoek het wel ontwaar in mijn Karlsbak een keer in de spits. Probeer het maar eens een keer. Je VVV te gooien. Ja, toch. Even voor het zelfvertrouwen. Ja, maar die verschil tussen de eerste divisie en de Eredivisie ben ik net missen heel groot. Het is net zo dat je VVV even... Ja, natuurlijk mag je die winnen, maar dat je die even... Het is de nummer zoon van de KKD. Ja, nou ja, dat doen we 4. FC Dordrecht, hebben we het allemaal gewonnen. Ja. Dat is nog steeds goed, hè? Ja, het net, jongens. Bij VVV is het echt een heel goede keeper. Ja, fantastische keeper. Ja, Uit. Sleert. Jan Uit Sleert. Ja. Maar goed, ik denk dat Piet Keur 2.0, Daniel Karlsbak, misschien wel in de basis denk ik. Maar hij maakt, kan hij scoren? Dat is wel redelijk belangrijk van een spits. Nou ja, hij heeft één keer gescoord. En waarvan op deze tafel wie daarbij? Ik niet. Ja, toch? Je is er wel bij. Oh, ja. Dan wil ik hier werken. Ik zit een tikken, heb hier vinden. Ja, Utrecht weer. Ja, toch? Ja, ja, het geen indruk maken. Nee, het geen indruk maken. Oh, nee, maar dat heb je een invalbeurtje. Maar ik vind het jonkje wel leuk, omdat hij zei dat ik maar rustig bleef. Dat vind ik dan wel voor die leeftijd al een hele verstandige opmerking. Atypische voetballer, dat dan belangrijk. Ja, maar goed. Maar ik zie er bij hem, Hegelijk, jongens. Daar wist hartstikke lief van. Maar dan de beste werk. Ik hang ook een beetje in de taal. Ik ga je nog ik van de week even het verhaal over hoe dat nou krijg gong is, maar hoe die onlutsen is. Want die jongen is natuurlijk van 2,3 miljoen onlutsen. Een gigantisch bedrag. Maar ik begreep dat Peter Maas, wie haatscout, die is nou technisch directeur bij NAC Breda, die wie helemaal lyrisch hoorde. Die zei, we maten hem hellie. En toen hij beschikt door alle voorwaarden. Hij beschikt door alle voorwaarden. Hij is beter maar als... Had je in vrienden wie het wel vaak zag, dat als je een speler bij Jervin Hellie, dan werd hij heel vaak besjoen. En toen hingen ze maar 12-3 keer besjoen. En toen... Madam Helly. Ze konden hem al iets jeder Helly van zij stond. Dan ze wachten nog. En toen wie er een discussie in het scoutersapparaat van Madam Helly. Nou, wat kan die jongen wel scoren? Misschien maar een keer bij een training zijn. Schiet hij ze daar heel, vanuit alle hoeken in. Nou, als uiteindelijk net dingen. Keuze maken om toch de Helly. En dat vind ik wel een risico. Dat vind ik net echt des Heerenveens. Dat ze dan vanuit dat scoutersapparaat is van oké, we nemen een gok van 2,4 miljoen euro. Maar een jongen die dan misschien 3 keer schoen hebben. Wow, vind ik wel heftig. Nou ja, heb nog geen enkele. Ja, 1 keer heeft hij de scoort. Ja. En waar wie erbij? Geert van Tuin. Geert van Tuin. En Geert, want over is het oude
Snijn, ek in het Cambuurstadion. Zeker, jongens. En Cambuur wint dus voor het eerst een lange tijd. En de winnende goal kwam van Renko Balk. Ja, is die prachtig. Notabene de man uit de jeugdopleiding van het FC. Het is toch een jongensboek, hè? Hij wen het in Sithorn. Ja, het is een jongensboek. Hij wen het in Sithorn. Ja, hij wou eerst net juichen, maar die het toch. Ja, hij wie heel erg aan het juichen. Die trouwens ook de laatste juichactie. Want ook via die hekkersteen moet hij me krampen, hoor. Oh. Maar, jongen, jongen, jongen. Ja. Maar hij is irritant, maar wel belangrijk. Ja, hij is toch wel belangrijk. En dit zijn wel momenten in de sectie waar het druk is. De punt eronder in bam, in de dak van goal. Ik vind dat wel mooi. Direct adequaat handelen. Ja. Hij maakt hem zelfs wel. Hij maakt een oren kop op in het veld. Want het is zo'n vervelende voetballer. Vorige week bij MVV Utrecht weer. Dan zit hij weer in die skierzochter om te 1 miljoen wiels die al een gele kaart kregen had voor een zwalbe. Dan wordt hij weer een keer is een duel, krijgt er een trill. Dan zit hij weer voor ongelijk naar de vierde official te Shen en gebakens. Die zwalbe wie ik wel echt sam in. Ja, nou, maar, hij versiert ook regelmatig een penalty. Maar dit gedrag kun je net oorleren. Nou, dat weet ik niet. Nee, dat ken je net ook. Dat zit gewoon in die jongen. Zit in maar de ik vind het vooral zo nu, omdat het boeten het veld is, het een hele rijstige, hele leuke aardige, jongen. Leuke, ja, leuke jongen. Maar in het veld, maar moet nu Soering om, is Roelof ook heel aardig. Ja, bijvoorbeeld. Dat was mij suggereren. Nou, dat is soms best irritant. Dat is Soering, ben ik dus wel leuk. Oh, hey. Ja, maar de mast zijn type, mast wel haal. Maar ik vind het te. Een beetje irritant figuur. Ja, maar ik vind het te. Ik vind het te vervelend. Maar dan is het misschien ook wel gewoon te braaf. Dat is de Labrador. Nou, ik ben in het field, Ek. Nou, dan zul je mij net herkennen. Nee. Wat wist je dan? Woeste tackle? Ik heb er niet, maar ik die coachen. Nee, goed. Maar eventjes weer om de kant. Daar ben ik er bij, ja. Is het onder Henk de Jong en Kim Jimbetter, gewoon antwoord op Jan, verdedigend schoen gewoon wat stabieler? Als onder Ulte? Ik krijg de indruk van wol, maar dat had dan waarschijnlijk ook wel te maken met hoe Henk het in zijn totaliteit deelt zet en hoe die voetbal die wol. Ja, want hij begint nog altijd met de kapstok, steeds maar Bergsma, Van Kaam, Breij, Ulrikus. Ja, dat is eigenlijk zijn kapstok. Ja, en dan heeft hij wel even het probleem dat Van Kaam tamelijk flat speelde, die druk uithellen. Die wie echt flats, vond ik. En Ulrikus, ja, die had het ook nog net. Hier een geweldige actie trouwens in de 16 meter. Een dropkip omhalen in één keer bam. Die pakte die keeper goed. Maar hij is wel een assist. Hij is hier op basis van de winnende goal. Ja, wel een assist. Dus Henk de Jong had ik zijn vrede op de training. Hij komt erom, want hij begint op de training echt te scoren. Wat weer is, want dat hebben we zijn kennen. Maar goed, ik verdedig. Maar wat hier de vraag? Ja, vind het wat duidelijker? Want naar ouderin zei ik Leon Bergsma van het staat wat duidelijker wie moet dekken. Ja. Ik denk dat de afspraken. Ja, binnen afspraken helderder. Dat is voor iedereen duidelijker geworden. Maar waarom zei Stoel dat nou? Hij kan dat toch volle beter zelf vertellen? Oh, hebben we hem? Leon Bergsma. Ik zou Leon Bergsma even jaren lid. Dat is toch volle beter? Dat is eigenlijk beter. Ja. Ja. Die is namelijk verdediger bij Cambuur. Oh! Ik denk dat dat niet gelijk altijd bij de verdediging ligt. Ik denk dat het een samenhang is hoe het team staat. Ik denk dat het vandaag een stuk beter stond. Ook omdat het wat duidelijker was. Wie bij wie in eerste instantie speelde. En dat was de soort van 1-op-1 waarbij de backs heel goed moesten kantelen. Zodat die toch rugdekking gaven. Dus ik denk dat het vooral daarmee te maken heeft. Het gaat om het totale positionele spel dus eigenlijk. Exact. Je kan niet zomaar zeggen, deze verdedigen dit, deze verdedigen dat. En natuurlijk komt het dan aan op momenten dat je duels moet winnen. Of dat je achterin sterk moet zijn. En ja, dat was vandaag wel het geval in ieder geval. Ja, en hij bleef gewoon steen, hè, onder Henk de Jong, Leon Bergsma. Ja, ja. Ik vond hem eerst ook wel goed spelen, hè. En Marco Tol eigenlijk ook wel. Het is wel correct dus dat er wel wat gebeurd is. Ja, maar Marco Tol, ik dacht eerst dat het niks met Tol. Maar ja, die smant is nog minder. Ja. Ja, die smant is een verschrikking. Maar goed, Marco Tol is volle better. En die scoort nou echt trouwens. Hij scoorde. En dat blijkt dus de verdienste te wijzen van Jeroen Burghout, de trainer. Die dus de standaard situaties, maar die jongens traint. Ja. En dit is geoefend. Dus ja. De vrije trap van Breij. Bij de eerste peel. Eerste peel, hij erachter weg komen en boem. Ja, dus nee, dat zeg ik goed. De complimenten van Henk Ginnekut naar Jeroen Burghout. Maar we maken nou ik net wel alsof het lek Bob is. We komen net verdieren in je tjoen. Het lek is nog net Bob. Vorige week bij MVV uit. Het wie ongelooflijk hoe volle kans een MVV kregen had. Cambuur kregen zelfs ook een hele hoop. Maar MVV kregen er ook een hele hoop. Ja, dus het is echt klopt. Net zo dat het nou in ieder keer een blok beton is. Werd je niet erin. Nee jongen, dat is het absoluut net. Het is nog je vesten. En Henk weet dat ook wel. Henk weet dat zelf ook wel. Hij zei, we lijkt te vaak hierpen nog. Dus er moet wel aan werken. Hoe doe je dat dan? Moet er dan oren spelers? Die middenvelders, die hebben daar een belangrijke taak in, volgens mij. Ik ben wel benieuwd of Van Mullum weer fit is. Ja, die is inbracht, hè, Van Mullum. Hè? Ja, nou, dat is natuurlijk qua size een oortype als Van Kaam is. Ja, maar ja, ze zitten nog wel even met de schorsing van Balk.
En dat naar de rugsgeert en dat Van Mullum gewoon de onvulling is op het middenveld. Ja, maar ja, dat wordt wel nieuwsgierig. Ja. Want inderdaad, gewoon waar Soenje Sisse van Kaam is je beste speler. Die hel je er net uit. Maar de orde weken had hij het net, nee, om het samen te zeggen. Je beste speler is eigenlijk Michael Breij. Nou ja, technisch jongen is van Kaam een volle better. Maar, ja, okay, ja, maar Breij is de meeste. Breij is al het mannetje. Nee, dat klopt. Het beslissend. Breij heeft de meeste weren. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat Aasen Giersel. Ja. En dan jongens. Die schorsing hield net voor de beker, denk ik. Nee, hij is kost. We hebben het over Balk. Ja. Die is kost. Alleen als direct reed is schorsing van de beker. Had je toch een wedstrijd missen, Matte? Maar goed jongens. Er gingen alle jaar wilde verhalen. Oer Sylvester van der Water. Want oudoende tongetje kwam bij u het nijs binnen van Sylvester van der Water werd veromzet naar de beloften. Hij zou Henk de Jong slijn hebben. Hij zou Henk de Jong in de Noors bieten hebben. Dat is net het nijs wat bij u binnen kwam. Wol dat hij naar veromzet is, maar dat nijs hoe dat slaan. En dat, nee, dat ben ik geruchten. Dat ben ik geruchten. Ja, maar dat verschil, dat even duidelijk is. Zeker. Kamp van der Water wil niet zezen. Nee. Nee. Maar wat is er nou gebeurd? Er is wat gebeurd. Ja. Maar wat? En Orne... Dat er wat gebeurd is natuurlijk, want anders wil je net waarom zet naar de beloften. Nee, dat klopt. Nou, niks in de hand, jongens. Oh. Niks in de hand. Niks aan de hoorn, Geert. Wat nou? Dat zit Henk. Oh. Niks in de hand. Nee, maar als er niks aan de hoorn is, dan kun je ik gewoon in we de basis. We hebben alleen maar een verschil van inzicht hoe we spelen, Matten. En we knuffelen weer. We knuffelen weer. Als hij hier binnenkomt, dan knuffelen we. Nee, oké. Okay. Hij zet hem uit de selectie. Zet ik, ja, want hij... Want de maatregel is dus. Nou ja, je begint altijd. De maatregel is dat hij de rest van dit seizoen net meer spielt. Nee, maar dit is een spul natuurlijk. Je wilt een spulsje spelen. Dit is wat je neemt damage control. Even de Engelse term shit me gewoon net erbinnen. Dus maar Henk de Jong. De Nederlandse. Het is over hier zo. Had zelf de presentator je eigen mijn grap net meer begrepen, dan ben ik natuurlijk een kansloze wedstrijd. Ja, Oké, is best maak het net uit. Even serieus. Andor weer bij, we zullen het even reconstrueren. Andor weer bij MVV Cambuur. Na de wedstrijd gebeurt er iets waarvan Andor denkt: hé, hey, er kon wel wat gebeurd worden. Andor. Ja, eigenlijk onder de wedstrijd dan van de water we het eruit halen, die maakt het wat misbaar. Heel die duidelijk is het net mee eens. Dat het net mee is. Dat is prima natuurlijk. Na de wedstrijd doen we op het veld de interviews van de Geuzelt. En we staan daar en op een gegeven moment Aad de Graaf komt erbij, Etienne Reijnen komt erbij, die wacht je even. En Henk, die is altijd klaar is met de interviews, rint die naar die beide Malita. Die rennen een meter als het zien bij ons wij. En die gaan daar staan praten. Ik dacht... Dat is dus niks raars, toch? Nou ja, dat wel vaak. Dat zo kennen. Het is wel opvallend dat ze voortrennen een beetje geheimzinnig doggen. Maar ik denk, ja, dat kan. Want het zat hier. Maar toen kwam inderdaad Thomas die dat berucht bij u. Dat hij veromzet dat hij veromzet is naar de beloften. En de geruchten zijn behoorlijk stevig dat er na de wedstrijd in MVV wat bad is in de klaarkamer. En toen dacht ik... Misschien dat het Ian mij het oor te meidje had. Het is een aanname. Maar dat daar dus een soort van crisisoerl is plakvoen had. Oer Sylvester van der Water. Want we kennen eigenlijk wel sissen. Henk de Jong doet dat net. Die is inderdaad dwanden mij dat mooie Frieske woord damage control. Maar er is iets gebeurd in de klaarkamer naar je MVV. Ja, het is een aanname. Het is wat suggestief. Normaal spullen zijn wij daar net van. Maar totaal ging, net. Ging gewoon toch? Nee, maar goed. Nee, maar goed. Want? Maar dan gebeurt het. Dan wordt hij er eens uitzetten. Hij wordt uit de selectie zetten. En dan, nou ja, ik zie het in de bus in de richting van de luchthaven op Rodos. Ja, maar ook kan ze even om het ja, verkomen. Ik begin wat te appen met Henk. Ik zeg Henk, even commentaar graag. Moest bij Etienne Reijnen werken, zei Henk. Oké, we gaan naar Etienne Reijnen. Dit wie? Tongensje. Tongensje de midden, ja. Tongensje de jong, ja, op een naaimiddag. Nou ja. En dan blijkt letter dat Etienne Reijnen helemaal net onwijzig is. Op, nee, want kan je we komen vreed mijn persconferentie op. Ja, mijn verklaring. Nou, mijn verklaring. En dan blijkt Etienne Reijnen er net weer. Dus ik heb Vredemon weer met Etienne. Hoe zullen we dat even hebben? En hij zei, nee, ik ben er net. Ik heb besprekingen, kijk net afzezen. Henk doet het woord. Maar Henk is partij. Ja, maar Henk. In deze. Henk. En in principe is Etienne Reijnen de baas van Henk. Dus het zou logisch wezen. Maar die besprekingen die wien kennelijk van dusdanig belang... dat hij de verkeersen had om net in het stadion... Maar dat zou ik nog kennen. Dat ken, dat weet ik net. Ik weet net wat hij dat zou best kennen. Ja, maar die besprekingen worden net de hele dag. En toen begon het. Dus toen komt Henk dus binnen. Dan heeft zo'n persmoment. Dan zitten we in de zakenclub aan een lange tafel. En Henk aan het hoofd. En hij zegt, jongens, er is niks aan de hand. Dit is de vreed... Van Orgeent, de laatste training. Nooit de laatste training. Er is niks aan de hand. We hebben gewoon een verschil van inzicht door hoe we spelen, Matten. Hey, misschien is het een idee, Geert. Want we hebben Henk, dat hij dit zelf vertellen kan. Misschien kan Henk dit zelf.
Oké, komt ie. Zo, eerst even om de Indianenverhaal voor te herinneren. Hij wie even loopt naar dat er wisselen weer. Maar verder helemaal niks. Dat jet er ik bij. Alleen wij gaan een verschil van inzicht. En dat haal ik net alleen. Dat is eigenlijk al langere tijd zo. Maar hoe wij bij Cambuur voetballen. Nou, en van derde dat ik op een gegeven moment zei, nou houdt het op. Is dan uiteindelijk toch de drip in Maastricht uit de Amer vallen ze en nou ben ik er clear mee? Oh, dat zou samen kennen, want er gebeurt zoiets net. Hè, maar ik ga altijd moeilijke jongens, vind ik mooi. Hè, daarom ben ik trainer van een moeilijke club. Hè. En, tenminste, dat vinden horen, ik vind je prachtig. He, maar dat jet ik bij de clubs, dus daar hak ik nooit moeite mee. He, dus, maar dit gaat over voetbal. Ja, en hoe... Zetten wij het te hut aan dan? Vind je dat wij het te hut op deze kwestie instekken? Nee, want dat had ik met Jilt en Meijsen wel voor betalen. Dus dat snap ik wel. Zo'n ton. Ja, maar dat snap ik wel. Dat snap ik wel, dat haak ik net. Dus dat is ik logisch. Dus ik ga geen enkele kritiek op je, niks. Ik snap het wel. He, maar ik ken gewoon mijn Jilt erin door. Hij kent er ook in door, Meijsen Vester. Maar goed, Geert een verschil van Insjo. Hey, oh, de reconstructie van Geert is nog wel. Ja. Dit zei het Henk dus, Ouden en Vreed. Ja, nou ja, goed. Want en dit zei hij dus. Even knuffelen, et cetera. Nou, clear. Maar vervolgens komt de club mij een persbericht aan boeten. Ek op Vreed. Omwielens de laatste training rent, verschijnt dat bericht in de app. Ja, dat is een bericht dat 100 vragen meer oproepen zat het antwoord niet. Wat zit er in dat bericht dan? Niks. Verschil van inzicht. Dat is hetzelfde wat Henk zei. Maar er zit wel één essentieel ding in. In de winterstop zitten we bezien hoe we verder gaan. Maar in andere woorden, zei Henk die had hem tot de winterstop elimineerd. En ja, ik denk dus gewoon dat hij definitief elimineerd is. En dat het nou, en dat is inderdaad damage control, de skeer behijnen, want dan is Henk ook de koopman. Nogmaals, we zwaar hier dat we het net een grut maatje, liets houden. Dan kunnen we misschien nog voor een patiënt een verkeer bij onder. Hij zei het namelijk ook in dit interview, dit is, zit hier net in. Hij kan wel heel goed voetballen bij een oren club. Maar een oorsysteem op eredivisieniveau. Dus Henk is bezig om hem al te verkeerpen. Dus ze willen eigenlijk onder de pet horen van wat er de exacte reden is. Precies. Alleen nog maar om hem nog om iets om hem te vertellen. Want als je nou zegt van hij het Henk de Jong in de Noors bieden, dan staan ze net in de rij. Kijk, Henk zie Noors controleert, dat is net gebeurd. Maar er is natuurlijk volle meer aan de hand. En ik denk. Henk zei dat eigenlijk ook, hè? Ja. Van Dovrege is het inderdaad naar MVV uit. En dat ze samen kennen. Want het is dat doe je net samen. Oftewel, daarmee jouwt Henk al aan. Er is iets gebeurd. Alleen dit en, is puur om inderdaad van de waarde van de water nog wat van iemand weer te kennen. En er is, dat wil ik wel onjoen, dat het al langer rint. Nou, ik denk gewoon dat Van der Water net in de groep past. Het is gewoon een stoorzender in de groep. Ja. En dat Henk Zwijn had in nou moet ik dat pakken. En dit is echt wel een beetje de tactiek van Henk. Want dat heeft hij vaker die in. Die vaker die in. He, doet Henk in 2013 trainer water, gooi die eerste keeper eruit. En toen kwam die reden erin. En die reden tel en niet. Maar wat hij echt deed, hij gooide Jordi Rozen direct uit. De onvierder. En dat is Henk zijn tactiek. Je moet de sterkste aanpakken, dan komt sterker in de groep te staan. Nou, dat is Van der Water. Dat is het mannetje van de groep. Niet geliefd, daar ben ik heilig van overtuigd binnen de spelerselectie. Maar ik net bij het publiek. En ik, nee, maar goed, maar die zit net in de kleikamer. Dus maar clear, ik net bij het publiek. Ik zou een boete met voetbal om best wel geregeld mijn oren voetballers trotsen erin. Ik zou hij kan wordt met Brijs, jongen. Dit is wat ik denk. Ja. Maar hoe dan ook, dus het is clear. Hij komt tot de winterstop, net meer waarom. En in de winterstop zie ik hem de verkeer binnen. Nou, hoop je dat ze er nog 12 ton voor pakken kunnen. En die ben je van de Brink? Ja, dat is wel bereikt. De vraag is, hoe toek is het om dit nou uiteindelijk zo om te pakken? Want je krijg je nou juist die Indianenverhaal natuurlijk. Nood je net, je hebt niet van zaken jou. Nood je dus heel skimmig doggen en verschil van inzicht. En ja, wat is dat dan, het verschil van inzicht? Oede wieze van spielen? Ja. Van de Water dan? Dat is toch een vaag begrip, jongens. Van de Water is een prof. Ja. En die had een trainer, die heet Henk de Jong. En die zei in de jongens, we gaan zo spelen. Nou, wat heeft die Van der Water dan voor verschil van inzicht te hebben? Die gaat daar net door. Die maakt gewoon dan wat Henk zei. En als hij dat net docht, dan kun je dat verschil van inzicht nemen. Maar ik zet een querulant gedrag. Ja. Nou, dan heb je een probleem. Dan heb je een conflict. Dan heb je dus een conflict. En dat is wat het is. Het is een conflict. Maar als het echt zo is, want ik ben bij die eens, dat binnen al die roddels, hij zoomt slime houden over Piet in de Noord. Als dat echt zo is, mocht het echt zo, dan wie het denk reden van ontslag.
Dat zou Henk ook. Zou dat ja, gebeurd wezen, dan zou die ontslaan wezen. En ik ook, zou die erachter komen. Want dan hier helemaal escaleerd west. Nee, het is escaleerd in gedrag. Maar hoe komt dat verhaal dan überhaupt naar boeten? Ja. Het is dan wel heel specifiek, iemand die de noos biedt, hè? Ja, maar ik Henk zie noos controleren. Ja, dan zie je een skrammetje op. Dan zie je een skram op. Ja, maar weer heel zacht. Een liefdesbeetje. Ja. Dat vind je van Diana. Had hij het kunstgebied ja, maar waar komt het waaien? Het is toch ergens een bronwest? Ja, 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 de wisten ja, hoe dat dit onder supporters. Ja, die beginnen dingen te roppen en... Ja. Ja, nou, ik ken het net bewijzen. Ik ken het net bewijzen. Ik heb en Henk ontkent. Maar Henk ontkent. Henk ontkent. Maar dit is wat er allemaal is. Er is meer onder Henk zei... En ik denk echt van de tactiek van Henk is vaak om de sterkste om te pakken. En dan pakt hij de sterkste om. En dat doet hij heel goed. Want daarmee krijgt die groep weer op in je lijn. Ja, dat denk is ik heel ook. Belangrijk. Ja, dat is de tactiek van de verbrande aarde. Dit is hoe het voetbal werkt. Dit wat de tactiek werkt. Van de verbrande aarde. Goed zo. Tongetje, dan speelt het Cambuur van de bekertje in MVV. Die is in 16e. Nou, net zo lang Lien, hij staat er nog west. Zeker. Toch? Maar ja. De vriendinnen? Ja. Ja. Nou, nou is het Spieterkanaal is thuis. Dus oh. Dan kunnen we er net heen. Nou ja, goed. Oost hier in de wedding, kind. Ja, zeker. Dan heen misschien ook even een keer van de stert. Want ja, ik neem dat, dat, is dat mooie stert, hè? Mooie stert. Ja. Vrijthof, die terrasjes daar. West. Echt schitterend. Schitterend. De Maas, die bregen daar. Ja. Je hebt de stert niet west. Sint-Servaasbrug. Ja, echt. Ik denk de vriendinnen alleen maar het plafond van het hotel. Limburgse fly. Echt. Echt een ja, prachtig weekendje, hoor. Krekverkering. Krekverkering. Hier naar de Maasbrug zitten staan. Ja, ja, ja. Nou, ja. Dat die in de winnen is hier wel even een oorzaver. Krekverkering, jongens, jongens. Maar goed. Jongens, wie het even... Hoe weet je het dan, hè? MMS is het toch? MMS. Kist die? MMS? Nou, als je krekverkering hebben, dan doe je het in de morgen, in de middag en s'avonds. Maar hey, al wat lange verkeer is Roelof, hè? Ik denk al een band is dan doe je het in maart. Mei en september. Ja, en ben je zo ik ben jonger dan 60, hoe zit het bij mij? Misschien met Sinterklaas. MMS. Jongens, wie heeft een fleurige uitzending? Onnota wol. Onnota wol toch? Nou ja, ja eigenlijk ook. Minder of dingen dat je me graag kwijt wil, jongens. Want ik ga eerst nog dit. Want ja, ik denk altijd... Cambuur wint, Heerenveen wint. De punten... In de tas. Die zitten in de tas. Die zitten in de tas. En ja, want de vorige keer hiermee met de priesvraag. Dit is echt een grutte tas. Ja, dit is een grutte tas. Ja. En die kunnen meestal winnen. Grutje, vinger lopen erop. Ik beschreeuw het even. Voor de meesten die het hartje. Oh ja, dan ben ik met Skieken we dit wel onder begeleiding van een muziekje? Nou, dat zoek ik zo maar kind. Keer is mooi. Oh. Keer is van de muziek. Heerenveen is op zoek naar de zangeres. Oh. Deze zangeres. Ja, Geert is van de muziek misschien. De melodie is de Wild Rover van de Dubliners. Ah, oké, maar de zangeres. Deze zangeres. Ja, de VN had al oproepen die op social media staan. Ze willen graag deze zangeres vinden. Dat, die kind dan misschien eens een keer jongen in het stadion. Waar komt dit dan wel? De kwaliteit van de muziek is net zo heel goed. Let me verhandelen even allemaal, Matjoe. Sorry. Dan, ze willen die zangeres dan misschien wel in de studie helium om het op mij in te jongen te litten. Dus ja, pak dan over de camera eventjes, want dat kist wel wat beter. Nee, dat maakt hij aan voor die quizvraag. Ja, voor de quizvraag. Ja, Heerenveen zie ik het, de zangeres. Bio, dit is de zangeres of KM. Meld je bij Heerenveen of haar. Is de man. Ik hoop dat het een haar is. Ja, denk het echt. Dit is van daar nou naar Heerenveen, denk ik? Dit liedje. Dit liedje heeft een titel, toch? Nou, dat is iets grappig. Het zit dus op YouTube en voor mij ook op Spotify en daar zit er Clublied Heerenveen. Dus niemand weet hoe de titel van het nummer is. Dus Bertinger blijft maar weten. Maar, goed zo. Wie? Nou ja, goed. Bertinger. Oh. Bertinger, waar is Bertinger? Aan de kant, ik moet naar het stadion. Heerenveen. Oh, die, Heerenveen. Ja, ja, ja. Speelt er ook Bertinger. Die het clublied van Crazy X-Kreun had. Clublied van Crazy X-Kreun, zeker weten. Ja. Was leider van het orkest The Specials. Fantastisch orkest. Ter zake. We gaan naar de tas. Want die tas die kun je dus winnen. Die retro-tas van SC Heerenveen. De priestvraag die erbij je hebt is... Geert, zit er klaar voor. De priestvraag is de laatste overwinning. Wie het je in FC Utrecht... Toen scoorde Daniel Karlsbak, daar wie stoot bij. Maar nu komt de vraag die mij stoot stellen. Waar joeg de assist? Nou, Geert, zet hem op. Karlsbak scoorde dus in de wedstrijd in Utrecht. Dat wie helemaal in het begin van het seizoen. Marachtig waar, schitterend stadion. Utrecht van een matspeler, Trojerenveen. Maar waar joeg eigenlijk de assist? Op Karlsbak. Dat willen wij even weten. Als de antwoord wist, even mailen. sport@omroepfriesland.nl. Door het vlug, want dan kennen wij die tas gauw kwijt. En misschien winst daar een bol. sport@omroepfriesland.nl. Ja, mooi. Dankjewel. Hebben we die punten er nog uit voordat we hem versturen? Of laten we die erin zitten? Die laten we er gewoon niet zitten. Die laten we er gewoon niet zitten. Jongens, ik ken de eindbesluit. Oh, de overdenkingen. De overdenkingen. Lidmeerde. We komen er net op waarom. Net op waarom. Andor, we beginnen met jij. Wol os net juichen, tjen je orenclub bij een doelpunt. Wol. Wol. Tuurlijk. Roelof, Karlsbak of Van Amersfoort? Alle voorwaarden, onthoud dat. Karlsbak. Karlsbak. Lekker. En de laatste, lekker man. En de laatste is vergeerd.
Een klap voor de hasses of biet in de noos? Ah, biet in de noos, door met dat ding. Jongens, maak je dank deze nieuwe week binnen we de weer. Dan hebben we weer een hele nieuwsgierige gast. Afklappen of nog niet? Is het maar precies, Jan? Nou, of het zullen het gewoon net van. Een hint, door een hint. Hij werd het iets nits. Oeh. Oh, hij werd het iets nits. Online Michel Flap, misschien. Jan Flap? Ja, ik zou het kennen. Die ben het allebei net.